Dit is een paprika en dit is mijn eigen restaurant. Voor één dag. Welkom in de gevulde paprika. Inderdaad. Vandaag start ik mijn eigen restaurant. Inclusief chef-kok, lekker eten, website en breng ik uiteindelijk al het eten langs bij de klanten. Nou ja, het gaat niet allemaal goed. Kolo jochies, gooi gewoon met eieren, vriend. Hè? Dit wordt lachen. Ik ben zelf natuurlijk echt een ramp in de keuken, dus ik heb even iemand gevraagd om mij te helpen. Dag Tjitse. Hey, een hele goede middag. Jij komt uit Friesland. Hoor echt over. Ik kom uit Groningen. Ja, wat een strijd. Nou. Dus we gaan even vechten. Ik wil vandaag mensen blij maken met gratis eten. Dat ze niks hoeven te betalen. Dat ze denken, hé, wacht eens even. Normaal gesproken betaal ik voor eten. Vandaag even niet. En dat het ook nog lekker is. Als jij daarvoor kan zorgen, dan zou het fijn zijn. Ja, echt eens. Het plan voor vandaag is als volgt. Kijk, het liefst heb ik natuurlijk hier ongelofelijke aantallen mensen. Maar dat gaat hem helaas niet worden. We hebben een oplossing gevonden. Namelijk, we hebben gisteren alvast voorbereidingen getroffen. Ik heb gisteren namelijk deze website laten maken. Degevuldepaprika.nl. Bestel nu jouw gevulde paprika in 3 stappen. We hebben 3 opties. Vegan, vis. En het derde is vlees. Gisteren heb ik een story geplaatst. Die zag er ongeveer zo uit. Kies daar een lekker paprikaatje uit. Ik heb dus mensen opgeroepen om hun bestelling te plaatsen op de website degevuldepaprika.nl. Dat hebben ze allemaal gedaan. Daar is een lijst uitgekomen. Daar word je bang van. Ik moet even nadenken over hoe we deze lading aan bestellingen gaan regelen. We hebben eigenlijk maar een paar uur. Ik moet alles nog fixen. We moeten nog de paprika's halen. Het moet nog gemaakt worden. Het moet ook nog tevreden zijn. Ik ga even nadenken over het plan, maar dat doe ik met iets lekkers, jongens. Jazeker. Start die animatie. Oh, we zijn er weer beland. Kom even gezellig. Ja, ze stonden net andersom. Weet ik ook wel. Maar kijk, deze kant is het mooi. Tjitse, stel jij mag kiezen tussen ice macchiato of ice caramel latte. Wat kies je dan? Ice caramel latte. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Er zijn vrij veel mensen die zin hebben in een gevuld paprikaatje vanavond. Ik ga alvast één iemand even bellen. Hallo, Pam. Hey, Pam, wie spreekt met Calvijn? Hey. Hoe gaat het? Oh, oh. Ik gooi even alles om. Eén moment, ik blijf straks. Ik moet even een doekje pakken. Het spijt me. Kan ook nooit goed gaan dit. Heb een doekje? Klopt het dat jij een bestelling gedaan hebt op degevuldepaprika.nl? Dat klopt. Kijk, voor jezelf of? Nee, mijn zus die is vandaag jarig. Hoe oud wordt ze? 25. Oh, dat is de perfecte leeftijd voor een gevulde paprika. Tot vanavond. Wij gaan aan het werk. Helemaal leuk. Ja, tof. Super. Oké, doei. Het wordt wel een lange avond. Het is niet even een paar adresjes. We gaan door tot de laatste paprika op is. Over paprika's gesproken. We gaan even naar de winkel, want we moeten inkopen doen. Tjitske, wat staat er op de lijst? Paprika's. Vooral heel veel paprika's. Waar denk je dat je mee bezig bent? Gevuldepaprika.nl. Deze man wil gewoon groene paprika. Je wilde ook gele er neerzetten, zeker? Natuurlijk. Ja, snap het, maar dat doe je maar in je eigen tijd. Oké, het eten is aanwezig, lieve mensen. Tjitse is al begonnen. Ik ben ook alvast wat paprika's aan het snijden. Hoeveel hebben we er in totaal? 150, toch? 150 paprika's moeten we snijden en vullen met vlees, vis, vega. Dus we gaan gewoon eventjes beginnen. Start de timelapse, mensen. Let's go! We zijn druk in de weer. De paprika's, zijn ze nou allemaal gesneden? Ja. Lekker, lekker bezig. Hier. Je bent wel de beste sous-chef die ik ooit heb gehad. Dat meen je helemaal niet? Nee, maar het klinkt wel leuk. Hallo, klopt het dat jij bestelling had gedaan op degevuldepaprika.nl? Oké, dan ben ik hartstikke benieuwd wat voor gevulde paprika jij wil. Vlees, vis, vegetarisch, zeg het maar. Vegetarisch alsjeblieft. En hoeveel? Alsjeblieft. Oké, komt helemaal goed. En dat zijn onze klanten, weet je wel. Dankbaar, gezellig, leuk, spontaan. Net als wij, of niet dan, Tjits? Zeker weten. Inderdaad, zeker weten. Le moment suprême. Nou, ja joh, hoort lekker begonnen. Momenteel is het 5:10. Om 6:00 verwacht de eerste klant mij. Nou, dat wordt natuurlijk een race tegen de klok, want dat is nog een half uur rijden. Dus we moeten eigenlijk over 20 minuten weg hier, Tjitse. Ik wil even gas geven. Doorbeuken, alsof je leven ervan afhangt. Daar komt hij. De laatste gevulde paprika. Keurig, fantastisch. Huppa.
Normaal gesproken ben ik altijd een beetje chagrijnig op bezorgers die te laat zijn. Maar sinds vandaag heb ik ineens begrip. We zijn al veel te laat, veel te laat, veel te laat. We hadden eigenlijk 10 minuten geleden bij de eerste persoon moeten zijn, maar helaas. Maar zo ben ik altijd wel strak in de planning, maar met eten en doen, het is allemaal ingewikkeld. Maar goed, ik pak nu even de auto, gaan we het inladen en dan gaan we rondrijden. Daar heb ik wel zin in. Bedankt. Top, succes. Ik wil alleen maar 5 sterren recensies, hè? Ja, we gaan recensies even vragen. Succes, Calvin. Laat het. APK's achter in de auto. Het is 6:20, we zijn al veel te laat. Ik word vergezeld als mijn cameraman Michael. Hallo. Hola. Michael filmt even, want vanaf nu is het aan. Ik heb alleen nog geen adres. Oh, kijk, hier. Hey, hallo, met Tom. Hallo, dit is Calvin van de gevulde paprika. Hallo. Hallo, hoe gaat het met u? Ja, heel goed. We zijn iets te laat. En met iets te laat bedoel ik kaulo laat. Dat is oké. We komen eraan, we zijn er over 20 minuten. Tot straks. Joe. Niemand kan zeiken. Want niemand heeft een kaulo euro betaald. Dus mensen kunnen niet achteraf gaan janken. Er is wel iemand jarig, dus ik heb een mooi fonteintje geregeld. Oké. Okay. Mag ik jou wat vragen snel? Oh, ja, zeker. Heb je er een aansteker? Ja, heb ik. Kan misschien mogen hebben? Natuurlijk, joh. Oh, super lief. Dankjewel. Ja, er is iemand jarig, dus die moeten we, hè? Leuk. Ja, snap ik. Dankjewel. Please knip mij eruit. Is goed. Fijne dag. Ik ga er niet uit. Hey, kom even naar buiten met een aansteker. Het is echt een kut aansteker. Ja, nou. Hey. Godver. Kom, we gaan. Kom, we komen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Die is een jarig. De gevulde paprika bestaat alleen vandaag. Ik heb 8 stuks, allemaal vega. Ja, heel lekker. Ja, toch? Ja. Ik was heel graag gebleven, maar dan wordt mijn vriendin boos, dus dat moeten we niet doen. Nee, maar niet. Doei. Let's go, baby. 2 keer vis voor... Ik weet niet hoe die heet. Hallo, ik heb eten. Yes, 8e etage. 8e fucking etage. Heb je een lift? Is er wel een lift? Yo. Wat speciaal. Eet smakelijk. Hey, we komen eraan. Er is er een jarig, hoera, hoera. Ja, wat is er jarig? Nee. Moeten we naar de buren, sorry. Dit is wel echt een hele lekkere. Maar ik weet dat jij vleesliefhebber bent. Dat klopt. Ja, ik vlees alles wat los en vast zit. Pardon? De groeten. Hey! Ik kom even je huis afbreken. Maar hoe laat zouden wij hier eigenlijk zijn? Het is 6:07. En het is nu 8:00. Eet smakelijk. Thanks. Doei. Iemand is in een hotel die denkt, ik kan roomservice bestellen. Maar ik kan ook gewoon bij de gevulde paprika.nl bestellen. Nou, dan weet ik het antwoord ook wel. Ik heb gehoord dat jij van paprika houdt. Dat is wel fucking lelijk. Maakt niet uit. Eet smakelijk. Thanks. We zijn er weer, de gevulde paprika.nl. Jazeker. Hey. Ze zijn warm. Nah. Snap je? Het is gewoon nog steeds warm. Deze video is trouwens ook voor alle mensen die denken dat er alleen maar 11-jarige kinderen kijken naar mijn video's. Ik ga jullie even... 1 screenshot, 2 screenshot, 3 screenshot laten zien. Helaas, jullie hadden het fout. We hebben net een klacht binnengekregen van iemand die staat buiten te wachten op zijn eten. Alleen die is pas over 15 mensen aan de beurt. Dus ik denk zo over 3 uur. Ja, hallo. Hi, ik begreep dat u staat te wachten op uw eten. Ja, u komt eraan. Nou, we zijn onderweg, maar er zijn nog een aantal klanten voor u en een paar. Oh, oké, okay. Dat hadden we niet begrepen. U kunt misschien beter even wat warms aantrekken. Ja, dat gaan we nu doen, ja, denk ik, ja. Geniet van de sterrenhemel, okay. Wij komen eraan. Oké, okay, goed. Dag. Oké, hoi. We moeten echt nog 15 mensen. Hey boys. Ik heb alles, ik heb vis, vlees, vega. Allemaal. Jullie hebben mij niet gezien, bro. Ik zeg het je, hier. Ze willen me pakken, toch? Hé, hey, kalm, hey, jullie hebben mij nooit gezien. Chalas. Deze, what the fuck doen die gast? Die kaulo jochies gooien gewoon met eieren, vriend. Hé? Hey. Wat een irritering, Lars. Ik kan maar even wasstraat pakken. Het is dat jullie mijn video's kijken, anders had ik jullie helemaal de tyfus in geslagen, joh. Krijg eens even de tyfus. Laatste keer. Zet hem gewoon neer. Nummer 20. Oh, gevulde paprika. Ja, zeker. Die had je besteld. Ja, zeker, ja. De gevulde paprika zelfs voor je dierenvriend. Oh, dat is top, hè? Goedendag. Dag, spreek met Calvin. Ja, hallo. Ik ben er nog niet bijna, maar de sterren zijn er wel bijna. Het is
is nou 9:30, dus voor 10:00 denk ik dat wel. We gaan ons uiterste best doen. Oké. Oké, bedankt voor het wachten. Ja, natuurlijk. Oké, dag. Oh, wow. Eet smakelijk. Dankjewel. Ze kosten 0 euro. Wil je er een ijsje voor? Ik wil wel een ijsje. Kijk, zo fixen we dat. Je ziet het is inmiddels donker. 10 uur. De mensen verwachten gemiddeld hun eten tussen 6 en 7. Dus waarschijnlijk iedereen die we hier natreffen is chagrijnig. Hallo, we hebben eten. Oh. Oké, we zijn onderweg en we maken even een korte pitstop. Want ik weet dat Dina hier op het terras is. Ik ga Dina even verrassen. En ja, ze heeft vast honger. Wie ben ik dan om niet even een gevuld paprikaatje te brengen? Een bestelling, gevuld paprika. Ja. Hoppa. Hallo. Nee, hey, kaasje. Hey. Hi. Wat een smakelijk. Dankjewel. Er zijn heel veel mensen die doen de deur niet meer open of die nemen de telefoon niet meer op. Want het is inmiddels 10:30. Maar er is nog één man die we al 2 keer gesproken hebben, die volgens mij al de hele avond buiten zit. Daar gaan we nog naartoe. Ik weet zeker dat hij nog staat te wachten. De laatste bestelling. Daar zijn we hoor. Ja, heel goed. Ga even aan de picknicktafel zitten. We hebben wijn en we hebben alles. Nou, wat gezellig. Als jij eten hebt. Kies maar vlees, vis of vegetarisch. Vis vind ik wel goed. De laatste 4, of in ieder geval in de auto staan er nog een paar, maar de laatste 4 vis, die gaan naar mijn nieuwe 3 vrienden en mezelf, want ik heb zelf ook nog niet gegeten. Het was het wachten waard. Ja, de sterren. Godverdorie. Hendrik en familie, ik presenteer jullie met trots. De laatste paar visgevulde paprika's. We gaan het gezellig eten en proosten. En dan verklaar ik de gevulde paprika officieel gesloten. Top nog niet, post. Ja, zeker. Het heeft even geduurd. Ja. En terwijl wij hier gaan genieten van de gevulde paprika, kunnen jullie even kijken naar de recensies. Want die komen nog. Nou, Calvijn, hartstikke bedankt dat je er was. Wij geven 5 sterren voor het eten en 4 sterren voor de bezorging. Blijkbaar was je uur te laat. 5 van de 5 sterren. Eten was zeerlijk. Dank je wel. Thank you very much to Calvijn en Vero for this beautiful stuffed paprika. Cheers, guys. Nee, dat is toch niet. Yo. Leuk, man. Ja, dat is oprecht lekker.